Ja, Mijn naam is Lodewijk Deleu En dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed. Op oh, ik was hier live. Mannekes was in de vorige eeuw een bruisend dorp met wel zes cafés en veel wilde verhalen. En dat met nog geen 500 inwoners. De huizen zijn vandaag nog steeds bewoond, maar het dorpsleven van weleer is verdwenen. De kerk staat er doelloos bij. Overdag zwerven de bewoners uit naar het werk en naar de winkels in de stad. En s'avonds zijn de straten leeg, de rollen neer en de tv aan. Hubert Koene vertelt over zijn geboortedorp midden vorige eeuw. Ja, ik ben Koene Hubert. Goedemorgen. Ik woon nu in Hessel voor de moment. Ik ben eigenlijk een, een, een kind van een boerderij. Van ...landbouwers, van 1610 niet anders gedaan dan landbouwers... ...en ik ben dan in, gestudeerd voor NGU Scheikunde... ...en zo uit de landbouw gestapt. Uit een kleindorpje, welbekend, Mannekesfere. Dus Mannekensveren is eigenlijk een dorp... ...die ontstaan is aan de ijzer. Er was daar een, een boot die overzette... ...die met een veerboot die overzette... ...en daar zijn ze, ze beginnen bouwen... En Mannenveren is zo ontstaan. Zo, ik was een zoon. Ik ben dus geboren in 1935. Juist voor de oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik was dan uh, vijf jaar. Uh, tijdens de oorlog zijn we moeten, twee maal moeten vluchten voor het water. Dus in 1941 zijn we moeten vluchten naar Leffingen. Dus op zolderkamers zaten we dan. Dan zijn we teruggekomen in 1943. Dus uh, als het water weggetrokken was en dan in 44 het terugwaderen, terug, dan zei we moeten vluchten naar Sint-Joris bij Niepoort. Wij ouders waren landbouwers en hebben natuurlijk zeer veel afgezien. Veel, 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 veel armoede had ik ook, in de blote voeten. Ik was tien jaar, ik kon nog letters lezen, nog schrijven, omdat wij geen onderwijs hadden gehad. En ik heb me dan toch te kunnen opwerken tot een Eh... Vanuit het dorp zijn we daar vertrokken. Ik dus, naar mijn studies uit en ben dus uh, in Oostende gaan wonen. Uh, en ben dan ingenieur geworden in een bedrijf. Die dus vis verwerkte in conserven. Dat was zeer gekend in de tijd. Uh, dat was, waren allemaal bedrijven die dus. Uh, het waren dat drie of vier bedrijven die leefden eigenlijk van, uh, met vis. Van vissers die de vissen niet konden kwijtraken, niet konden verkopen. En dat was de pater Puppe, die gekend is in Oostende. Dat was een, pa, een paster, die dus uh, zorgde dat de vissers inkomen hadden. En hij heeft daar enkele mensen, kapitalen uh, krachtige mensen, samengebracht om een rokerij van een sprot, aan te maken. En dus, dan zijn conserven ontstaan. En in 1961, als ik dan begonnen ben, dat waren drie of vier bedrijven in dergelijke dingen, die het zeer moeilijk hadden. En ik ben dan begonnen in, de, in het grootste bedrijf van de, van de vier. Met Noordzeeharnalen en gelukkig in Cosserven. En gelukkig, dat heeft ongelooflijke uitbreiding genomen. Dan zijn we begonnen in, uh, met Krap, Harnalen, Coquille, Zijzaagst, van alles. En dat was het grootste conservebedrijf van de wereld, van vis. Die, dus ik ben daar opgeklommen van klein, van het laboratorium. Dus ben de bedrijfsleider geworden op het laatst. De, dan na ja, het sluiten van het bedrijf, wij hebben moeten sluiten omdat wij geen rondstof meer hadden. Er was geen krap, geen garnalen, niks meer, wat, meer te vangen. Die, die overbevissing dat maakte de oorza oorzaak dat wij moesten vertrekken. En ben daar nog enkele jaren als vrijwilliger, als, dus als uh, hoe zou ik zeggen, als uh, gaan helpen in het buitenland, voor de die, die kennis dat ik had, over te brengen naar die mensen. In Chili, Zuid-Amerika, in Canada... Dus uh, O'Handa, Kenia. Een beetje overal gezeten, dus voor die overdracht uh, Maar uh, ik kom eigenlijk uit, uit de mannelijke En ben dan uh, in Arstende gaan wonen, dus voor, bij het bedrijf. En nu ben ik uh, op rust hier in, in Gistele. Ook een dorp, uh, it, uh, sorry, een stad. Stad Gistel. En ik heb die evolutie ook van die stad meegemaakt. In de tijd dat wij jong waren... Dat was ieder boerderij, iedere mensen uit de boerderij kwamen naar Hersen voor aankopen te doen van alles. Dus winkelwaren, kleding. Dat is in de jaren 70, 80, veranderd dat is allemaal naar een getrokken. En dat is natuurlijk minder geweest voor Hesten, die, die dus meer een dorp geworden was eigenlijk, dan, dan een stad. Maar het is hier rustig wonen, het is aangenaam. En wanneer je ziet erin dat ik hier ben. Het leven in weer, dat was, moet ik zeggen, armoedig. He? Voor de oorlog ging het niet goed, voor de oorlog 40. Zelfs met de boerderij. Het was ook een hele kleine boerderij. We waren met tien kinderen geweest. Ik was de tweede van de, van, van de bende. Wij uh, moesten de ene kleding van de ene naar de andere werden afgezakt, dus uh, niet rijk. En wij leefden eigenlijk met varkensvlees, met eieren. Met graan, brood dat we zelf bakten, en weer wat kwam er dan niet veel in huis. Je? Dat was, en kleren ook, dat was dikwijls iets dat we gekregen hadden of zoiets, dat was, dat was zo. En maar mijn vader was wel zeer vooruitstrevend, in kwestie van landbouw. Die was een van de eerste die dus elektrische de raden gebruikte om koeien af te zetten, bijvoorbeeld silo's voor voeding van dieren. Was er, maar die had ook niet naar school geweest. Die is geboren in, in 1905. En die heeft natuurlijk dan de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En uh, zijn vader was eigenlijk 36 jaar burgemeester in Manekesfeer. En die, die is uh, een beetje naar school geweest in Veurne in het Bakkerijsmuseum. En mijn vader dan, uh, gedurende de Eerste Wereldoorlog. Maar die kon, die was zeer verstandig, maar niet eigenlijk, geletterd, zo kun je het niet zeggen, weet je. En mijn moeder die was vlug, die was ook zeer vlug in school, zolang dat ze geweest is, was dat was allemaal tot twaalf jaar en nog niet. En uh, ik heb geluk dat mijn vader dat zag, wij waren met zoveel kinderen, als ze kunt studeren, studeert voort. Dat is, ik heb daar ongelooflijk respect voor. Dat was de eerste in dat dorp die dat deed. En iedereen dacht: wat gaat dat doen? Dat was ongelooflijk. En dan zijn er nadien veel gevolgd. Dus bijvoorbeeld een echt ook van mij, die dan ook die jonger was, die dan ook voor studie heeft. Die heeft dan lesgegeven in Oudenburg. en Die woonde in Oudenburg, die lesgegeven naar zijn vrucht, geloof ik, In de middelbare school. Dus en zo is dat geëvalueerd. En dan. Uh, van 1610 zijn we uit de geweest familie En die is dus van Hessel vertrokken naar Leffingen. Van Leffingen naar Slippen. slippen Slippe was Sint-Joris. En mijn uh, grootvaders vader. Die is vroeg gestorven. Die is vroeg gestorven. En uh, daarmee heeft hij daar min of meer opgenomen geweest. Door, door, door bijvoorbeeld door zijn moeder en haar broer. Die... Die in mannelijke sfeer woonden. Hij we waren eigenlijk gewezen, zo gezegd. En Tavaniers, dus En uh, mijn vader is dan burgemeester geweest. Na, mijn grootvader is dan burgemeester geweest. Na Tavaniers is uh, mijn grootvader dan gekomen als burgemeester, 36 jaar. En dat was, was zo de buiten. Nu een leven naar de buiten. En, uh, maar ja, de landbouw de, na, de, uh, na de eerste wereld is de landbouw dan is de goede periode geweest. Tot voor de Tweede Wereldoorlog, dat was weer minder. En de gedurende de oorlog was het ook goed, maar niet helemaal. in was sfeer twee keer onder water gestaan, dat was, dat was zeker minder. Maar wat dat er zeer erg is, dat, uh, dat heb ik eens een keer op gedacht. Ik was dus tien jaar, kon nog lezen of schrijven. Ik uh, ben er geraakt. En als we nu luisteren naar de televisie over wat. Hoe, dat, hoe erg dat ze dat maken. als een kind bijvoorbeeld een keer een maand geen, geen studie heeft gehad of zoiets. Als je komt je er toch, maar je moet ervoor werken. Weet En dat is, dat, is, dat is ook een les in het leven. Je moet, je moet leren werken, je moet leren nu planken te Dat is zeer belangrijk. Ik heb een stamboom gemaakt tot uh, 1610. We ben ik kunnen terugkomen. Hans, uh, mijn familie is altijd boerder, boeren geweest tot dat wij nu, dat, dat wij uh, uh, vlucht zijn. En uh, als ik dat ook zie, bijvoorbeeld, uh, ik zal ook in een, 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 een stukje daarvan vertellen. Als, uh, als mijn voorouders in het sliepen woonden, is er een van mijn voorouders geuit met een vrouw die geen kinderen had. Ja, Boer haar man was gestorven. Ze hebben elf kinderen gekocht, elf meisjes. Alle elf gestorven aan een jaar oud. Die, die, die moeder is gestorven, die vrouw is gestorven en mijn familie, voorouder, is getrouwd met de meid. En uit die meid heeft, waren nog drie kinderen en daar staan wij af hoe dat, dat gaat evalueren. Vroeger sterp gewoon sterf gewoon ongelooflijk van kinderen. Ongelooflijk. Als ze dat doet, bij nu, dat, is voor, dat werden veel kinderen gekomen. Dat worden ongelooflijk veel sterfgevallen. Ongelofelijk. Ik heb ze allemaal kunnen terugvinden, gelukkig. Uh, ik had een oom, die schoolmeester was in. aangetrokken oom. In, 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 in Brugge. En die was goed bij het bisdom. En al die geboortekaartjes sterven sterfgevallen lagen daarbij, En daarmee heb ik dat goed kunnen, kunnen bereiken. Het is erg hoe dat weerde Nu is de sterren niet meer. Gelukkig, gelukkig. Maar natuurlijk, na de oorlog is dan. Uh, waar die huizen allemaal zeer erg beschadigd. Bijvoorbeeld, de, de zetels zat in de huizen. Zo'n zo wit, ple, wit poeder die eruit kwam. Dat was zout water. Hè. En ik heb twee broertjes. die gestorven is door dat water. Dus uh, na de, kort na de oorlog er was een tweeling. En die. Die hadden een Alaska-koop uh, gedaan en uh, de een is gestorven en de ander wilde niet meer leven. Dat is, dat is hard, ze wilde niet meer eten of niks. En ze zijn uh, kort na elkaar gestorven. Ja, dat was, dat was zeer... Ik heb daar nog een broertje die ook gestorven is, in een brand Ook. Dus uh, we zijn nu nog met mogen, maar we zijn nu de, uh, de oudste van, van de bende nog. In de 88 jaar en ik heb nog... Ik ben nog niet te eind geleefd, hopelijk. Ik <laughs> ben eigenlijk zeer tevreden over, over mijn leven. En mijn kinderen, die zijn ook... Mijn dochter is verpleegster in, in St. Jan. En mijn zoon die was uh, bij Colored computerspecialist. En, en mijn kleinkinderen, die, die, ik heb er drie. Die een is dus de diëtiste in, in Eeklo uh, dus afgestudeerd en onmiddellijk werken in een dus in een nieuw, een nieuw uh, ziekenhuis. En de twee anderen van mijn zoon, de twee nee, jongens, zijn twee jaar hoog. Dus uh, geen probleem. En toevallig toe doet het zo, hun vrouwen zijn ook al twee eigenaars. Dus het is eigenlijk het huis van de eigenaars: vijf, vijf op de tien. Mijn grootvader was eigenlijk een liberaal. Die was uh, liberaal burgemeester in een dorp die uitsluit katholiek was. Hè? En de, de priester, die dat was, maar hij was uh, goed, hielp uh, uh, iedereen. Hij uh, was niet tegen uh, de, 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 de godsdienst of niks. Hij ging naar de mis zelfs, legelijk like een ander. En de priester uh, kwam een andere partij op van de CDNV. En, uh, en de priester zei in de preekstoel, hoe stemmen niet voor de stemmen We stemmen voor Koenen, zei ze. <laughs> Echt gehoord. De, de, iedereen klapte daar, maar, uh, tuurlijk, een klein dorp. En dat was een gezellig dorp, maar uh, bijvoorbeeld als, als je niet naar de Mis ging, en de zondag niet naar de Mis ging, dan werd ze bekeken. Zo, zo, zo ongelooflijk. Geloven was dat, in die tijd was dat zo. Hè. En uh, na mijn, dan, dan mijn grootvader dan is dat uh, wisselende politiek geweest. Dat was dan kijk, CD &V, en Maar anders, het leven was aangenaam. Er waren uh, parochiale koersjes zo, van de mensen van de parochie. Ik heb daar ook nog aan mee gedaan. Fietskoet. Eh, 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 eh. Er was daar een kermis, in, een slingerpist, Dat was meer een slingerpist en een schietkraam, dat was alles. Dat <gacht> natuurlijk zeer klein. Er waren er nog ongeveer 500 mensen in dat dorp. Maar dat leefden geweest onder elkaar. Dat was wel plezant hoor. En weet je wat dat ook nog in die tijd? Eh, en wij, wij ook veel gaan vissen. vissen. Dat was ook een beetje sport. Dus eh, voor paling zat er nog veel palingen in die tijd. En dat was ook een beetje groot. Nu, nu kunnen ze er niet mee blijven en moeten we naar de stad. Hè. Dat bestaat niet meer. Hè. Maar dat was wel aangenaam. aangenaam, Ja, Ja, en als. Maar je moet dat een keer denken. Hè. 14, dat 14e stuursjahr. Ik kon niks lezen of schrijven. Hè. Maar ik was altijd zeer rap in, 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 in denken. Dat had mijn vader geleerd. Van jongs af. De tafel van mijn veld. Ken je kent nog. Ik, kon dat, ik speelde daarmee. En ben altijd goed gewist hè, is dat taal? ik weet het niet, maar eigenlijk schrijven, ik heb er last, veel last mee gehad hoor. En mensen onderschatten dat hè. Maar als ze die eerste vorming niet gehad hadden, van het lageren, he. aankomen he. En, he. en moet dat beginnen hè. altijd moeilijk, het taal is altijd moeilijk geweest voor mij, altijd. Ja, maar het, het, is ergens, het is logisch hè, als ze zo. En dan. He. Als het naar het middelbaar ging, bijvoorbeeld in Niepoort. In, 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 in het eerste middelbaar. Ik ben oud dat ik geen moeten voorlezen. Maar ik kon, kon niet goed lezen. Ik kon niet Maar als het raastig was of zoiets. Maar als ze dan herging. <laughs> ik zal een voorbeeld geven. We voelden zo altijd spijtig. Ik kwam thuis van de van het lagere school. Van de lagere school. Je moest dan apen. koeien merken en dergelijke dingen. En hij moest op school. Drie vragen van de catechismus. De catechismus, ken dat kente, daar heeft er nog van gehoord. Hè. Hij moest daar drie vragen van leren. Hij kon dat niet lezen. Hij kon ze niet leren, We konden het niet lezen. En mijn moeder leest dat twee of drie keer voor. Hij kon dat van buiten. En zo heette dat dat alsjeblieft. <laughs> Ongelooflijk. En dat was dat is juist, dat is die andere, buiten de mannelijke sfeer of de, de steen, was dat niet één? Dat is juist de mannelijke sfeer. En die strik die daar onder water stond. die hadden de mensen. In het college hier en als kon dat college gaan doen de oorlog, maar wij niet. Hè. Dat is. Dat is maar je hebt daar altijd, altijd last van. Omdat je die eerste jaren niet hebt. Niks zo, niks hebben, helemaal. Dat was niet anders dan uh, lopen. Uh, dus uh, gaan zoeken in, in, in de, de stoten Of wat rijtjes te vinden en al lekkere dingen. En, en veel te voeden. Ja, en ik weet nog goed, weet nog goed als we na de oorlog de latjes zo klaar kregen bijvoorbeeld. Onder andere, ik was zeer goed, ik was dan, uh, na de oorlog kwamen de Canadezen dan in, mannetjes, de Canadezen. En stonden van vaars, En wij zaten bij die, bij die dingen, bij die Canadezen dan uh, in die zoeklichten allemaal, en allemaal, uh, En mijn hand was gescheurd, van, gescheurd. En um, wij, mijn ouders hadden niks voor dat te verzorgen, hè. En die Canadezen hebben dat verzorgd voor mij. En we, we, we hadden dan enkele tomaten staan. En we hadden het aan weg gaan dat deze nog omdat, het is, omdat ze goed weggekomen waren. Dat is ongelooflijk. Nou, wat dat ook nog interessant was, dus in 1943, er was was een raioot gekomen bij ons op de boerderij. En het was die periode van het jaar als de pataten, de aardappelen dus verslogen waren en wij waren aan, aan, aan die, de, de schoten aan het aftrekken en die vroeg, alsjeblieft, heb je een beetje vertellen van ons aardappelen. Mijn vader ga dat mee, hij had dat mee met ding. En uh, hij, hij, hij vroeg de naam. De naam hij mag ze teruggekomen met een, een, een plakkaat en zo'n bordje, wat zijn naam van mijn vader op stond, en Als dankbaarheid van de, dat vergeet ik ook nooit. Het is, Soms uh, zijn ze van die herinneringen die bijblijven. <laughs> ja. Het is een revolutie van het leven. Dat is een ongeval. Oh, like van ons hoeveel keren mag daarmee dat uh, Hans zo'n revolutie heeft in de korte tijd. En, en ook die evolutie in de lamboe. Als je dat ziet, dat was allemaal met de hand uh, onkruid gaan trekken. Dus uh, met de hand uh, pikken. En als dat, dat zijn allemaal machines, ongelofelijke machines. En er is geen arbeid meer bij de landen voor Dat is de weer het ongelooflijk, na de oorlog. Hè. Dus uh, een oorlog is, is niet goed, maar het brengt ex, zeer veel kennis mee. Hè. Niet, niet anders de schatten, Kijk, bijvoorbeeld, laten we zeggen: de sociale, de sociale de wetgeving hier is veel van, van Duitsers, hè, van Hitler. Hè. We hebben dat veel gezien. Hè. Paspoorreinvoering, en, en, en dat is allemaal door de Duitsers. Dat heeft volgens de positieve kant, maar natuurlijk moesten ze niet verkiezen boven de negatieve kant. Maar dat is, dat is wel een, een evolutie die heel positief is. Ik zou het zeker in, 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 nog wel naar doen als was al veel meer hadden, en veel armoede had En eh, als we, hoe weet ik, naar de oorlog, als, als we van niemand, als we van niemand, als van niemand, dat was dat de boerderij het ergste stukje. Hè? En de sinappen, de Eigenlijk een lapje tussen. De... En als er iemand niet moest stemmen, oh, dat was zoiets. <laughs> Ongelooflijk, hè. <laughs> ja. En wij zijn eigenlijk grootgebracht. Alle allemaal het weer. Hè? En mijn vader is begonnen dan met, met een jeep. Een, een leger jeep, die dus, voor, voor het, maar dat ging niet zo gemakkelijk aan te passen. Maar, dat, maar ja dan dat nodig. Waarom? Omdat wij onze, onze weide van de koeien, dat we alle morgen, ik stond om vier uur op, of vijf uur met mijn vader, moesten wij in de nacht twee kilometer verder gaan maken, de koeien gaan maken. Dan naar huis komen, me wassen en dan naar, 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 naar het college naar de mis. Maar de parochie priesters. In mannelijke sfeer. Die was menselijk en die wist dat. En die zei tegen mij: Je moet geen dat de mis niet gaan. kom het einde van de week naar mij, ik ga wel een beetje dat je bij mij in de mis geweest bent. Echt gebeurd. Dat zijn altijd dergelijke dingen. Als dat hoort, wordt dat mogelijk. en dan in het middelbare, ze nooit geen boek open, maar dan in het middelbaar. Nooit geen boek open en klaar met worden. En dan ben ik naar. Naar het overmiddelbare gaan in, in Roeslare. Daar kon ik studeren. Ik was daar op kot. Hè. Dus even, uh, intern. Hè. En dan ging dat weer. Dan heb ik voor naar hen te gaan. En dan is dat ook goed gelukt. Als wij bijvoorbeeld onze slaapkamers. Dat was onder de pannen. En in de winter konden we die tappen. Oh, IJstappen afbreken. Voor af te leiden. Af te leiden in het bed. <laughs> maar we waren daar ook zeer weerstandig hè. En bijvoorbeeld, ziekte Onze koeien die hadden allemaal TWC, tuberculose. Allemaal. In de melk zat er bloed van tuberculose. Mensen wisten niet dan en wat. Wij moesten de bakken voor. de huid Die ademen in onze zee. Wij waren allemaal aangetast door tuberculose. Maar, maar één broer die ziek geworden is, maar die is niet gestorven ervan. Die koeien hadden allemaal. Oh, dat allemaal. dat is geweldig geëvalueerd, die ziekte ook. Hè. Nu is het allemaal baas, in, maar hij heeft dat allemaal meegemaakt. Dus en, maar aan de andere kant, we uh, hoeven te hygiënisch opgekweekt, dat is ook niet goed. He. Wij hebben antistoffen tegen verschillende dingen. En ik ben gelukkig, ik ben nu 88, het heeft een beetje door is dat we het zo ver gebracht weet je. Altijd het positieve ook niet bekijken. Ik zou nog, kijk, ik heb nog op mijn tuin, dat is aardappelen, die, die doen alles. doen nog alles af. Het beste medicament van alles bij mensen, dat is beweging. Geloof dat, hè. Ik zit nog, ik nog met de fiets. Zo, dat ik even gezien. Is van de Flandria, is dat, van de jaren 50. Nog een sterke fiets. Waar nog mee hier in ieder geval, met, met dat merk. En er hangt daar een plak aan, een plak van 1928. En die is eraan gekomen door mijn grootvader, die burgemeester was. En de eerste plak die moest uitgeven worden in, in de torp, dat heb op zolder bij ons. Mijn vader heeft dat uh, gehouden. Ik heb hem gekregen van hem. 1928. Jan Namefiets. <laughs> Het is allemaal een beetje old, alle <laughs> <laughs> het verenigingsleven, dat was veel cafés. Er waren dus op die was één, twee, drie. Zeker dat ik nog geen zes cafés. En een van vijfhonderd mensen, dat is ongelooflijk veel. Hè? En daar leefde ook wel geweldig. Dan hoorde de oorlog, oei, muziek, muziek, ongelooflijk. Ja, dat is... Uh, maar dat is volledig gedaan en dat is nu stil. Dat is zodanig veranderd nu dat het allemaal even stel, er gebeurt dan niet veel meer. Hè. Dat gaat allemaal als stad, weet je. En bijvoorbeeld, daar waren winkels ook. Uh, twee of drie winkels. Kruidnierswinkel. En nu is er geen winkel meer. Dat is toch allemaal zo veranderd. Uh, dat is niet in het voordeel. Hè. Ik zaten met bijvoorbeeld, de mensen klagen. Met, uh, hoe zeggen, vroeger was de armoede het akkoord. Maar vroeger ging één iemand in een gezin gaan werken. Eén iemand. En ze kwamen rond. Meer in armoede. Maar nu moet we met twee gaan werken of ik komt niet meer rond. Dat is de evolutie. Een dorp in manitie dat was een uh, aangenaam leven. En de, de, de mensen zaten buiten bij elkaar gezellig te kaarten of zoiets. Maar dan is die, die, dat vervoer verbeterd. Dan trekken uh, ze de stad in. En dan is dat vervallen. Het ging meer naar, richting stad op. We konden niet meer zo veel spreken. Maar die gezelligheid, dat is onbeschrijfelijk. Vroeger, dat was ongelooflijk. We zaten te kaarten buiten, ze kwamen bij elkaar, iedereen kwam binnen. Bijvoorbeeld, we, we, de woedrijven veel mensen hadden die in de Eerste Wereldoorlog gestreden hadden. En die kwamen dat vertellen over de Wereldoorlog bij ons. Dat was zeer aangenaam. En ook, bijvoorbeeld, gedurende de oorlog. Ook, Wij, mijn vader had een, een molen dus voor Rantama de bloem te maken, hobbit en uh, dat mocht niet dat mocht niet gebeuren dat mocht niet hè? en dat was de boerderij stond op een eentje de slaat dat ze zijn wegen dat ze uh, en wij moesten daar staan als als tienjarigen moesten wij dat ze de wacht houden in, 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 aan, aan het begin van de uh, van de huldebaan want ik zien als ze de heen afkwamen dat, <laughs> dat is ongelooflijk ongelooflijk allemaal en dat was ook dat dat is natuurlijk gevaarlijk want dat, dat is toch hangen ook. als daarna dat we denken, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld ook het uh, 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 schaatsen bijvoorbeeld. He. Ieder, jaar, ieder jaar konden wij schaatsen. in de, in de oorlog. En nu uh, dat is dat allemaal zodanig veel veranderd. En die, die sfeer van die dorpen dat is volledig verdwenen. Dat, is, dat, is, dat vindt dat praktisch niet meer. Dat is spijtig genoeg, want dat is zo. Die mensen gingen nog voor elkaar iets doen. Bijvoorbeeld, uh, als ik hier niet meer naar het buitenland ging. Heb ik hier een dame die van niemand gezien was. Het was moeilijk voor me om uh, mee, mee te leven. Die dame was ziek, had kanker. Ik er aan niemand naartoe kijken en ik heb daar al 15 jaar voor gezorgd. Dus uh, maar, uh, je moet moeten een beetje toegevend zijn, die altijd uh, ook mee handen zijn en zoeken voor de help aan de mensen. We zelf een beetje zoeken voor te kunnen namen. Hè. Dat vind ik allemaal daar vind ik mijn vleesje. Ik heb hier nog uh, zelfs een andere jongen ook, van gisteren, ook, die ook, uh, ja, ook brekker was. Ik heb daar ook jaren voor gezorgd. En denk ding, zijn bordje van de afstelling, nog aan de muur bij ons. <laughs> Na de oorlog zijn dan die, die dingen opgekomen, gewaarde, die dansen en allemaal. En die jonge mensen trokken allemaal naar de stad voor te gaan dansen. En dat is, dat is het nadeel geweest van, de, van die dorpen. Hè. Weet je? Ze zochten contact, en, bijvoorbeeld wij gingen naar Niepoort, of naar stand, bijvoorbeeld. En natuurlijk, die dorpsgemeenschappen werden, werden een beetje verlaten daardoor. Hè. En die cafés begonnen te minderen, en nu zijn er praktisch geen meer. Dat is, die gezelligheid is weg. Dus, je woont, eigenlijk in het dorp, je woont gelijk aan de rand van de stad. Hè. Eigenlijk, eigenlijk, Vlaanderen is een stad. Hè. Of, hier, dat is een stad. Hè. Als je daar even bijvoorbeeld met het buitenland... Dat ze kilometers kunnen rijden zonder dat het genuis tegenkomt, dat is ongelooflijk Nee, nee, dat zal nooit meer terugkomen volgens mij. Bijvoorbeeld, s'avonds vroeger, als, na een zeker uur, gingen we buiten gaan zitten en een beetje vertellen, gaan kaarten, gaan een tas koffie gaan drinken. Maar nu is dat s'avonds binnen, tv, de vanavond aan de tv. En dat is niet eens het voordeel, maar geleerd leert ook natuurlijk bij je in de tv. Dus, dat is niet ontegensprekelijk, maar aan de andere kant is die gezelligheid, die sfeer, is volledig veranderd. Je kunt, ja, het zijn, het zijn de mensen, het die, die, dat gebeurt dat je zelfs niet kent. Het is van aanzien, het is alles, dat is jammer, maar het is zo. Ik ben nog een van die ouderen voor de oorlog. En van wij is het nog een beetje in om bij de mensen te komen. Zo. En hier de gebeurs ook, dat is een kwafheus hier. Het steken hun handen ander, maar over het algemeen ziet je dat al hier niet meer. Hè. Ik dat het was hier een storm geweest hè, en die mensen zaten in Nederland. En ik heb een andere buur hier, het was hier iets afgewaaid, gevaarlijk, voor, 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 voor volledig af te breken. Ik heb dat nog hersteld, die mensen zaten in Nederland. Maar wie gaat er dan nog doen? Dat wordt niet meer gedaan. Dus, dat is al de wet misschien, maar het is. Het is zo gezellig als je goede gebeuren hebt en mensen dat ze mee kunnen praten, maar ja, dat verdwijnt een beetje. En de bedrijven ook, dat is altijd mijn start geweest. Ik leefde een beetje mee met de mensen. Bijvoorbeeld, als ik daar kwam, dat was niet goed voor de arbeiders, daar werd ze niet goed betaald. En de, en de, de, de beheerders trokken natuurlijk kapitaal. Dat was ik, ik stond een beetje aan de kant van de, van de arbeiders. Maar dan in de goede jaren, in de goede jaren, dat de arbeiders goed betaald werden, moesten ze ook een keer denken. Laten ze nu een keer tevreden zijn dat we het zo, het zo ver gebracht hebben, dat, dat we, iedereen kwam met een auto en in het begin dat ik er was. we waren eigenlijk, sorry dat ik zeg, een visweven. u wat ik bedoel? En op het laatste waren dat vinsdames. He? Dat is de evolutie. En ik was altijd... Uh, dat is me, altijd mijn sterkte geweest. Ik heb nooit geen probleem gehad. Ik maak me nooit gehad. Nooit. nooit. En uh, de sterkte is eigenlijk geweest... met de mensen omgaan. Er niet boven staan. Proberen samen te werken. Als er iemand aan de op klaar stond... dat is gebeurd. En als ik vroeg... weet je dat het zo doet? Als ze zei, nee, ik zou dat niet doen, daarom en daarom. En dat was goed, toch op zoek. Extra. Prima, dat moeten we kunnen. En de mensen overeenkomen, dat, dat is belangrijk. En dat, is, uh, dat, dat komt ook omdat wij misschien heel laag begonnen zijn. dat we de evolutie meegemaakt. Hebben. Als je bijvoorbeeld mijn kleinkinderen, die zijn nu, die zijn eigenlijk altijd in de wereld grootgebracht. En die, die, die weten niet meer wat dat is. Als ik nu vertel over de tijd dat hij klein was... Dat hij blote voeten liep... Dus, Bijvoorbeeld bij de oorlog. Bij de oorlog stond Mannekes Vero onder water. We zaten dan in Sint-Joris. En de ijzer is in Sint-Joris afgerond geweest naar Niepoort. Kunstmatig. En de oude ijzer liepen naar Rattevolle en hier. De hele streek. En dat verzande. En is de oorlog... Voor te kunnen eten, voor eten te hebben, gingen wij aan de blote voeten. Waterhondjes gaan zoeken. eieren van waterhondjes. We, we zagen dat als dat één open doen, als het bevuld was, liet er ze leiden. En waren ze niet bevroedd, dan aten ze op. Echt, dat was, uh, En, en, en uh, paardenbloemen eten en al dat gekke dingen. Dus, dus het was niet gemakkelijk hoor. Wat is wel interessant? interessant maar niet, niet aangenaam, maar ik heb, ik heb die evolutie mee te maken. Van armoede weet je, naar, naar iets beter. Als je dat kunt nemen, omgekeerd is het heel moeilijk. En het is daar dat het nu zo moeilijk is in de regering ook. Hè, veel, veel, veel geloof geweest. En nu moeten ze terugvallen. Niet goed, hè. Niet goed. Spijtig genoeg, maar het is niet goed. Maar die Dortmund, dat is eigenlijk spijtig genoeg dat dat weggevallen is. Hoor. Nu, natuurlijk, uh, die auto's, dat vervoer, die auto's zijn gekomen. Wat, wat is dat nu nog? ...van moeilijkheid voor de te gaan, Maar vroeger, als ik student was bijvoorbeeld... ...als ik stand was... ...zat ik op kot in Hent. En de zondag ...oh, het was mooi weer. Een oude fiets, een valies achter, Mag ik eens vieren. 82 kilometer. Een uurtje thuis, 82 kilometer terug. Ongelooflijk, hè. Ik moet ik natuurlijk een keer zeggen tegen de mensen. <laughs> ja, ik heb dat altijd gedaan. Ik had geen ja, mijn, mijn vader is met, met, met tien kinderen geweest en een klein boerderijtje. En gelukkig, omdat mijn vader zo verstandig was. Als je kunt leren, doet dat. Ik ben ook maar de enige bij ons thuis hoor. Dat is. En de, zijn mensen die ook vragen: hoe komt dat? Heb je geen familie die in die tijd voortgezet? Ik zeg: nee. Mijn vader was zeer verstandig op dat gebied. Ik ben hem zeer dankbaar, want eigenlijk was ik niet zo'n. Uh, hoe zou ik zeggen? In het begin, zo echt, studeerde mij in mij door. Dat was dan allemaal landbouwers. Ik werd ook in de landbouw gewoon. Maar zegt mijn vader: Ik heb geen, ik, ik heb geen werk voor u. We gaan moeten gaan werken in de stenoven. In die poort was de stenoven. En dan begint ik te denken: Oei, ik zal op mijn best voorstuderen. <laughs> ja, ik, eh, ik eh, schreef al eh, nooit Kladboeken, Dat waren alle kladboeken, dat ze zeggen. Nee. Geen moeilijke geschreven, nooit. En uh, als student was ik wel uh, als ik zeer veel macht. Als was boerenstudent, ik had, uh, als, uh, boerste, uh, had zeer veel macht. Uh. En uh, als ik in Gent zat, dat waren allemaal uh, mensen van, van overhoed denken, van advocaten of van, van, die woorden deden. En, uh, en de Bert, de Bert was er bij, de werd, uh, de Bert, ga ik mee. Eén keer in de maand ging ik mee uitgaan. Uit en dan hadden we een café, mevrouw En er was een man van 102 kilo. Hij pakte die in mijn arm. Hij zette die op tafel. Echt gebeurd. Maar dat was de kunst. Dat was eigenlijk... Je moet een beetje macht hebben nu. Maar die, die man, die café was, die trok dan mee mensen aan. Hè. De kunst... Die, met zijn ene been hier op de arm en de andere in, in de handen. En hij moest veel op de hier sturen en weinig daar. En als er een ander probeerde te sturen, dan veel daar. Dat was zo Ik ben altijd geen braaf geweest, hè. dat had ik, dat heb ik weer plezant gemaakt in de museum. Ik zat het laatste jaar, toen ik in Gent zat, het eindexamen zat ik bij mijn grootouders in Westende. Omdat ik thuis nooit gerust had, ik was altijd ja, mijn vader ja, werd nooit gerust gelaten, En mijn grootouders waren naar pensioen en ik zat in Westende. En toen moest de maandag examen handelen. En de zondag voor was er een stoet in die poort, een kermis in die poort. En ik had een kameraad daar, een bakker. En wij gingen, wij gingen samen naar die stoet, gaan wandelen door de kerkstraat, dat was de marktstraat waar zij woonde. En zij stond voor het raam, en dat was een viswinkel. Ze zei: Wat ja. is ja, dat? Natuurlijk. Uh, ik zei tegen te, te, te mijn kameraad, zei, Ik ga een keer hij durfde je? Ik zei: Ja, ja. Ze Voor een bakje bier. <gij> <Echt>. <gij> ja, ik, dat toe. En zo is ze even kotachtig. toevallig, ze weer, dat ze weer mijn zuster op school gezeten heeft. Want dat was, dat was, het was het is een pleeg, en die ze is pleegkind. Ze hebben een dubbele naam, ze noemt dus de Smet de Vroeg. En haar uh, vader was eigenlijk een landbouwarbeider. En haar moeder werkte in een brouwerij. Nee, in Broerij zeker niet, ja. Ergens En ze, ze had een broer die ouder was. Ze was de tweede en dan de, ze was in verwachting van een derde. En ze is dan gestorven. En daar dus zat een klein huisje in Lo. woonde ze daar, haar vader. En die boerderij waar hij werkte, wij we de één kind voor zorgen, Dat oudste kind, die zoon. Hè. En zij doelde rond van de ene plaats naar de andere bij tantes en allemaal. Tot haar zes maanden, zeker. Ja, ja zes maanden. En dan heeft er een kozijn van, van, van haar vader, die geen kinderen had, die een viswinkel had in die poort. die ging kijken naar mijn zoon. En dat was een zeer lieve man, een, een zeer lieve man. Die vrouw was iets anders. Maar die, een, een zeer lieve man. En ze is daar meegekomen naar, bij een en ze is nooit meer weggegaan. Wat het van de zaak was, hij was, was niet had op tijd of niks. Nee, ze was dus dat was de meid zo gezegd in de tijd. En natuurlijk, we zijn dan getrouwd en dat ging dan zeer goed bij ons. Uh, zeer goed. En we zetten dan in een appartementsgebouw in, in, in Oostende. En dat was, aan de keer van die moeder, dat was dat de luxe. Dat was mijn dochter dat, weet je, Hoe dat de mensen zijn, hè? dat was dan, dat was zo. En uh, als ze 35 was, zijn ze dan gekomen om te vragen als ze wilde geadopteerd worden. En daarmee hebben ze dan de, de smet, de vroeg. Haar tweede naam is, is de broer, dus ze was zogezegd een weeskind die dus... Maar dat was... Ja, in die tijd was, stond er nog veel in de buiten, bijvoorbeeld. Als je een boer was, dan moest je met de boerdochter trouwen. Of dan moest je kijken of gata's ze hadden. Dat haalde niet. Zelfs mijn kinderen ook, ze daar moet je niet op kijken. Trouwen u gedacht, we moeten dat ook nooit zijn? We hebben kinderen ook, bijvoorbeeld, we moesten dat moet nooit zeggen, het is druk dat we mee zijn, dat is, dat is, laten mensen gaan en ze gaan het veel verder brengen als ze rest, alles rustig laten. Ieder, iedereen moet zijn eigen weg gaan. En zo ben ik er bij haar toevallig. door toeval. Door toeval. <laughs> Aventuurlijk al wel, hè? Vroeger, als, je, als, als we klein waren, als je niet naar de mes ging, bijvoorbeeld zondag, of niet naar de, naar de dat werd beschoten. ze gingen nu van de boerderij zitten, hè. Als ze moest uren, ze gingen nu van de boerderij zitten, hè. Ik zal, zal ik er iets vertellen hoe, hoe sterk dat was. Um, mijn vader uh, was, had zijn gebouw, De boerderij was eigendom. Maar de, de land, het land was eigenlijk uren. uren. En dat was, was geuurd aan um, uh, eigenaars in Frankrijk. En er waren vertegenwoordigers in Ypres. En daar waren twee oude jonge dochters, de juffrouwen. En stond wel in de wet. Dat de Uder het recht had, het eerste recht had, om dat te kopen als dat verkocht werd. Echt, dat stond in de wet. En de, mijn, mijn vader zijn grond werd rond, werd te koop gezet. Hij wilde dat kopen, niet krijgen. En eh, amper keer mijn vader zegt hij, tegen een oude pastor, in sint Joris, die de eerste wereldoorlog om mee ook dat ze ook een we waren maar veel kinderen en zeiden die pastoor: Kijk, ik, ik kan de, die Lambo rond niet kopen. Ze willen, ze willen niet afstaan aan mij. Ik zal het mee gaan, zei die priester. En wij met onze jeep, met onze jeep, met de pastoor naar naar naar, naar, Iper, naar die dames. Die pastoor kwam daar binnen, bij die dames. En die pastoor: Dat is hier, boer Koenen, die landbouwgrond is te kopen. je moet dat aan die mensen geven. Die papieren kwamen boven, het was gedaan. Zo sterk was dat. Dat is erg, hè, als je dat ziet. En ik wil nog een anekdote vertellen daarbij. Het was op een vrijdag. En uh, mijn vader zegt, het was om de middag. En mijn vader zegt tegen de priester, we gaan nu iets gaan eten. Gaan he, he. Ze gingen iets gaan eten en dat was nu vlees op de vrijdag. En mijn vader had hem nog niet bedacht, hè, van, zo katholiek was hij eigenlijk ook niet. In de ik oh, zei excuseer meneer pastor, het is vlees. Jammer, zegt de pastor, we mogen vlees eten, we zijn niet thuis, we zijn op een andere. <laughs> ja, zo had die, ja, die zaken. Maar vroeger moest naar de mes, hij moest voor de plek te komen, te doen, moest, weken naar na, 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 na de kerk, ongelooflijk. ongelooflijk. En hij moest regelmatig naar de biecht, dat was een ik weet niet hoe die bond naamde, dat was LRT-bond of zoiets. Iedere ieder, ieder, ieder maand moest hij naar de biecht. Wat moest je dan gaan betalen? Ja, als jongen, wat moest je dan gaan betalen? <laughs> gelukkig dat is dat uh, verbeterd, maar ja, uh, dat doet ook zijn charme in zekere zin. En dat is dan uh, natuurlijk, de kerk is dan beginnen geen minderen. Ja, dat kan met de mensen naar buiten trokken, ook, naar, naar de steden trokken. Hè. En die kerk is, eh, dat is nu volledig gedaan. Er is er nog een kerk, maar ik weet niet of ze er nog veel diensten hebben. En die hier ook, hier in bijvoorbeeld, in de stad is, die altijd geheer, geheer geweest is door een, 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 een gemeentebestuur van, of een stadsbestuur van katholiek stad, Dat was het dorp eigenlijk katholiek dorp volledig. He. Nu is dat ook volledig veranderd. De evolutie, dat is ongelooflijk. He. En nu de mes, geloof niet dat er hier nog veel naar de mes gaan. In 1947 was er iemand in Torp Duren de kermis in zijn onderbroek over Torp liep. En dat stond Torp volledig half op zijn kop. Volledig op kop, Die priester... In zijn preekstoel, de zon had erop uit de hand. Dat was ongelooflijk. En wij hielden dat speciaal ...graag aan de mis voor die aan te horen. Hè. Oh, dat is een kwaad van die wat we daarvan. Dat zijn dingen die je die toch die dan zo opvallend zijn. Die, die anti. Godsdienst die bij honden weg te gaan. Dat is hard. Hè? En die, dat, dat, dat nog hetzelfde. Die welstand die begon te komen. en die Godsdienst die achteruit had. Dat heb je. Dat heb je. Dat is hard. Wat is zo. Als student was in Hendel ook. dan was daar een Hende over manneke sfeerig. En dat, dat was. Het was zeer aardig. in in Mannekesveren die bevolking was katholiek. En toch zat er daar iets in, in de vong, die aardig was. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik aan hen kwam, ik had er nog nooit van gehoord. Dan was er de hende over Mannekesferen, over de pastor van Mannekesveren. En wat ging dat over? Dat was de, de pastor die in verlof ging. Er was een pater die kwam prediken. En die, die pastor dat was dan in de jaren... In van de jaren 50, de, denk ik, de jaren 50. En die, die pater kwam preken en de pastor had gezegd tegen die pater, heeft maar mark goed, worden die veel geen kinderen mee gekocht... worden die veel geen heetemarken. En uh, die, die pater begon te spreken En en uh, we gingen daar naartoe omdat het zo aangenaam was dat hij dat goed zo goed kon vertellen. Hè. En uh, en uh, zegt alsof ze leven, eerder zegt hem, naar mij is hij op me. moest ik pa pas zeggen van mannekes atmosfeer, naar mij zou hij op me, was hij in alle schapen, ik zal hem verbergen. ...ik was beschaamd omdat ze dus... geen kinderen meer kochten. En dan zei, de tweede keer is op me, ik zal nog dieper kruipen, zegt hij. zei als de ze derde keer zou zal ik zeggen, als de hier... in Mannekes atmosfeer is in een boks. <laughs> dat is een hele hand, die, die dat ik goed dat de hand, ik wist dat zelf niet. Want dat is, in de mannelijke sfeer waren het ook altijd van die priesters. Dat was een klein dorpje. Speciale priesters. Weet je? Ja. Speciale, dat ze bijvoorbeeld niet kon bijvoorbeeld Afstandige priesters, dat waren speciale. Bijvoorbeeld, onder andere, ze kwamen rond ieder jaar voor, pas, voor, de, voor, de, voor de, hoe noemen ze dat? Steun van uh, die, die in de, klooster daar in de ex-medewerker, hoe noemden ze dat? De boterpaters. De, de, de boterpaters noemden ze dat. En die kwamen rond, dus, aan de boeren, dus voor, voor de raar voor, uh, voor de boterpaters En uh, ik weet nog goed, er was een boerderij bij ons thuis, niet ver van onze deur. En uh, die moeder had al gezien dat die pater afkwam. En de kinderen liepen op, op de boerderij. En uh, die moeder zegt, zeg, dat moeder niet thuis is. Nu, die moeder was naar boven gegaan. En die, die paters kwamen op het dorp. En uh, die kind, dat kindje zei tegen die, 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 die paters, mijn moeder is niet thuis. Zegt die moeder, zegt ze, die pater, dat ze de volgende keer als ze weggaat, een roof meedoet. Zat dat gezien door de venster. Ah, <laughs> oh, daar heb ik een ding in Ja, en dat is... Uh, hij zag dan wel dat er mensen, mensen heen hadden mis. En dan denk ik, wat dat stilletje dan hing, achteruit, hè, achteruit. En dat is nu, ik geloof niet dat er dan nog mensen zijn of zoiets. Zo. Dat is wel de grootste verandering, die dat is Dat is de grootste verandering van alles. En ook die kleine boerderijen zijn allemaal weggevallen. Hè. Dat is allemaal weggevallen. Me, die boerderij van hun ouders, dat is, die boerderijen hebben ze dan verkocht. Op zijn eigen, apart, met één hectare, heeft dan iemand erop die een beetje schapen kweekt. Maar nu leeft het dus als hobby. Hè. En al die landbouwgronden zijn dan er verkaveld in grote bedrijven. En die hebben het nu ook zeer moeilijk. Dat moet niet onderschatten. Het is niet zo gemakkelijk. En met de evolutie van die sprookstof. Nou, het, het is ongelooflijk. Als je nu ziet, die vraagt nu, als je geen, geen sproostof meer gebruikt... Je kunt bijna niet meer, niks meer kwijt. Dat is allemaal zodanig geëvalueerd. Hoe dat er komt, ik weet niet. Vroeger bestond dat niet, die, die al die ziekten. Dat is, dat is een evolutie van de tijd. Is dat door, door de beweging van sommige producten van, van het ene land naar het andere? Ik weet het niet. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Bijvoorbeeld, de aardappelen. Ik, ik heb er nu staan, ik heb hier nog. Een, ik zit er nog een beetje in. in, in, in. En die, staan, die zijn al opgehoogd. En die staan al 15 centimeter hoog boven de afgrond boven de En die zijn klaar nu, binnen een maand. Maar als je nu nog moet... De meeste woorden moeten nog planten. En voor like, verleden jaar was dat zeer droog in die periode. Het zat niks, hè. Maar ik had, ik, ik had genoeg aardig. Dus ze moeten een beetje meer doen. En denk er ook geen landbouw is. Je mag niet onderschatten. Als gewoon landbouw, als ze niet gestudeerd hebben, is het ook moeilijk hoor. Of het niet open staat voor, voor nieuwe dingen, is het zeer moeilijk. Zeer moeilijk. Maar die, wat dat er wel is, ik kom uit um, die opbrengsten zijn geweldig gestegen. Per, per hectare, Goh, ongelooflijk. Maar de tarwe was 80, 90 centimeter hoog vroeger en nu is dat maar 25 meer hoog. Het gaat meer naar het graan dan naar, naar het strooien. En dat is wel positief. Want uh, er zijn ook dingen die positief zijn. Hè. En ik ben ook zeer positief. Bijvoorbeeld nu, dat de, voor de kinderen bijvoorbeeld zoveel mogelijk laten studeren. Mijn vader zei altijd: je moet geen geld meer inzetten. Studeert, dan kunt niemand af Welk je het niet gebruiken, dat is voor u. Ja, die zaten als mens, dan in die tijd. was dat, 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 dat zeer vooruitstrevend. Ja, dat hebben we altijd bewondering voor had. En nu, de, nu zit er nog in natuurlijk, voor mijn kleinkinderen en alles. Ik zeg, studeers, <laughs> Maar als ik, ik was een goede student, had ik moeten die, die, die dingen hebben. Lijkt van mijn kleinkinderen nu hebben een, niet anders mee moeten doen dan ze Ik dacht, ik weet het niet, wat had ik Ik, ik heb scheikunde gedaan, wat dat ook aangenaam was. Ik deed dat vrij graag, in het laboratorium stond ik daar alleen. En uh, het was zo, ik hoop het het laatste. Uh, ik stond in contact met het ministerie van... van, van van landbouw, ook in, uh, de, uh, van gezondheid, het ministerie van gezondheid. En wij mochten bepaalde producten in conserven gebruiken. Het etiaboe, etil, diamine, tetraazijnzuur, is een, 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 een complex zon. Die maakte dat bijvoorbeeld bloed van varkens, bijvoorbeeld als je bloed van varkens hebt, dat is rood. Door het ijzer, die al is, veelwaardig ijzer. En als dat kookt, wordt dat zwart. Door het oxideren wordt dat zwart. En de zaden van het bloed van een krab, dat is waterachtig, wat zit er ijzer in? En als dat in conserven stak, werd dat zwart. En dat vlees, zwarte draad, zwarte lijn, dat is niet goed. En daar hebben we gebruikt, de EDTA, die, ja, die een zon is, maar die niet goed is voor de mens. Maar, dat werd overal gebruikt, omdat het niet anders was. En euh, dan ben ik beginnen begin zoeken. Begin de zoeken en uh, ik heb dan iets gevonden tegen vakkeloos. Iets dat niet moet aangegeven worden, iets dat normaal aanwezig was. Maar in sommige dingen, in sommige krap of een harnauw, niet voldoende aanwezig was. Het gebeurde dat ik krap bijvoorbeeld, dat ik uh, conser maakte, die prima in orde waren. Maar het gebeurde de meestal waren ze niet in orde Was Er niet genoeg van die stof daarin. En dan moesten ze dat toevoegen. Maar niemand wist dat. En ik had dat gevonden. Zodanig was het erg, op de laatste jaren, zes jaar dat ik daar geweest ben, daar kwam het ministerie van Volksgezondheid vragen als ze Edithiaan nog nodig had. Ik had dat niet meer nodig. En Tjarnadin was daar verboden. Niemand kon hen invoeren. Wij hadden alleen verkopen overal. Ongelooflijk, hè? Dat is echt gebeurd. Het is dat het dan naar het buitenland gegaan was. Omdat ze hadden over zeggen in Chili. Ze over spreken van mij. En ze hebben mij de contact gezocht Eerst in het Engels een beetje, maar ze konden het niet Het was iemand speciaal daarvoor, want ze konden niet in het Engels. Het was niet anders dan Spaans. Ik dacht, en daarvan ben ik een agent gehad. Ja, dat is eigenlijk een droom, als ze dat kunnen doen. Ja, maar, maar het is dan dat nog een keer weer terugkomen, als ze dan van de laagste, laatste gaat, dat kunt bereiken, dat is, is dat plezant, hè. is dat plezant. Mijn, mijn kleinkinderen zijn, hebben veel beter gehad, maar ze gaan misschien nooit die, die gelegenheid krijgen, die wij gekregen hebben, Niemand kent nog elkaar praktisch. Niemand als je daar spreekt. Ik ga dus twee of drie keer op een jaar er is een restaurant. Op, op, op de dorpskern is er een restaurant Een vroeger café en En dat is herkend van mensen die naar de kust komen, omdat dat tamelijk goed van prijs is. Weet je? En ook een keer in, buiten, in de buiten en dan zie ik ga dat twee, drie keer op, op een jaar naar gaan heen. En maar die sfeer is, is gans anders. Dat is meer stadsalachtig. Niet dat het verleden verandert. Ja. Maar we gaan nog graag een keer doen, maar er is daar niet veel mee te doen. En die generatie van mij ook, dat is volledig weggevallen. Vroeger, jaar, dus over tien jaar of zoiets, was er dan nog wel nog de generatie van mij die er nog wij daar een beetje leven in ouden. Weet je? Maar de jonge generatie, dat doet dat niet meer. Dat is jammer in zekere zin. Maar ja, natuurlijk. We moeten niet vragen om armoede. We moeten er niet om vragen. Maar. Uh, moesten, dat is, spijtig genoeg, hè, ik zag dat ook in Chili. Hè, die mensen waren niet armoede, maar er was nog, die sfeer van het dorp was dat nog meer dan, dan bij ons hier. Om, waarom is dat ook de oorzaak? Omdat Chili is 28 keer België, de woonden Chili, want daar hebben ze nog vijf keer België in, in het Zuidpool. 28 keer bij en er woonden maar evenveel inwoners dan, dan in België. En dat was allemaal ver van elkaar gelegen. Hè? Maar uh, dat was, ik ging daar graag naartoe, omdat het, die natuur, ongelooflijk. Ongelooflijk. Die, die dingen, die, die natuurparken, dat ze dat beschermen, ongelooflijk. Wat is, de Peen bijvoorbeeld, dat is 200, duizend hectare. En dat is ziet daar geen enkele oorlog. Dat is niet anders dan natuur. Condors die daar rond vliegen. De ijsbergen, ongelooflijk. De natuur is ongelooflijk. Hij moet, moet daar eigenlijk geweest zijn. Dus, uh, om dat te zien, je, je kunt dat niet je kunt dat niet voorstellen. En hier ben ik dan ook, uh, ik ben een beetje avontuurlijk aangelaten. Uh, die, mijn grootvader was dus liberaal burgemeester in die tijd, de katholieke parochie. En hij was uh, kameraad met Van Glaubeke, Adolf van Glaubeke, die een de burgemeester geweest is. Die, die gingen samen naar, naar paardenwedstrijden dus voor uh, zware boerpaarden. Nadalingen. En uh, ik was een beetje, een, beetje die, een beetje aan die kleur ook. En wanneer je dan in Hissel ook? Ze, ze kwam me vragen, dus. We de gelijk en de kosten dat waren uh, de Ze hadden uh, de gelezen van Mannekesveren. Het was daar eigenlijk een vereniging geweest van Mannekesveren, waar, waar mijn vader het, het, de hulp van de spraak kwam. En ze kwamen vragen, omdat er gisteren nooit van de liberalen niks was. En uh, ze weet, ik zei ja, wel. we hebben hier een partij opgezet. Ik zei, het laatste staan. Gewoon die nummer twee, hoor. Ik zei, het laatste, met, met laatste staan. Er kwam een, een, een verkiezing, ik stond de laatste ik was verkozen. Ongelooflijk, maar ik had dan moeten stoppen van politiek. Dat niet meer. Bij mij is 1 en één, twee 1, 3. Weet je wat? Dat, dat gaat bij mij niet hoor. Bijvoorbeeld in het bedrijf waar ik werkte. Ik had daar een, een mechanicien En die was uit een arme familie. En die was van zijn twaalf jaar al in het bedrijf beginnen werken dan in de tijd. Maar hij heeft, heeft dat beginnen werken aan machines. En ik kon dat zo goed als een mechaniciën, als een echte mechaniciën die school gedaan heeft. En normaal gezien zou we bedrijf zijn. ja, heb je niet Ik zeg, kijk, ik krijgt van mij zoveel als een mechaniciën. Natuurlijk dat ze dan in de, in de kaart zat van die mensen, dat ze voor de rest van hun leven, hè, dat begrijp ik. Ik vind dat je moeten de gelegenheid ook krijgen om te kunnen. Hè. Zijn, bijvoorbeeld, ik ben nu gestudeerd, maar ik zeg niet dat ik van de, de nafste ben. Er zijn veel mensen misschien die nog napper zijn, die niet kunnen studeren. Het kapitein had nog zo... Weet je wel wat we doen hè? Dus, het moet gelukkig zijn als ze dan... Ik leid mijn ouders ook. Ik, eh, als ik student was, had ik van de eerste keer de door. En dan ging ik bij een eh, grote boer gaan werken in Botsoeken. Dat, dat is bij Veurne daar, hè. En die had 30 hectare tarwe. En met mijn tand nog. Heb ik al die ronden afgedaan. Maar ik een kwart, 6, 7 kilo waard. Hij had veel Niersteen door te weinig te drinken. Ik heb er gehad hoor. Of te kunnen studeren ook. Het is ja, dus niet gemakkelijk hè. Ik had er gewoon van mijn school betaald Ik zat ook op, op, op een schamele verblijf. Het was niet van de luxe. Ja, dat is natuurlijk jammer dat we dat, we, dat, we dat niet meer hebben. Die, die sfeer van een dorp, dat, dat, dat hebben we niet meer. Dat is volledig weggevallen. Maar vroeger. Hoe zou ik zeggen? Het was een gezonde uh, uh, zonde samenleving in die zin was wat als er een wedstrijd was, maar als er nood was, iedereen was voor elkaar te gaan. Dat was zeer positief. Bijvoorbeeld, ik heb verteld bij oorlog mijn, mijn vader mal de graan voor de mensen om een brood te kunnen bakken. bijvoorbeeld al dergelijke dingen. Dat, is, dat bestaat tegenwoordig. Zo dan zou, 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 zou gedregen worden, nog zoiets, maar vroeger niet hè. werd gezwegen. Dat, dat, dat vind ik. En die samenhang van, van. vindt dat niet meer. Die, die, die echt. Ik weet het niet. De mensen zijn veranderd. Ze zijn ook slimmer geworden. Is daar nu misschien iets? Ik weet het niet. Ja, ik niet ik dat ook zeg. Dan moet ik kijken. Die landen. Hè. Is er veel armoede? Dan is dat vatbaar voor dictatuur of geloof. Kijk maar een keer. En als dat wegvalt, als de we afstand is ik hier, het geloof is weg, de dictatuur is weg, weet je? Dat is dat. En dat vind ik een beetje een Turp ook. Vroeger was dat de mensen waren armer, maar angter aan elkaar. Maar iedereen heeft nu een wagen en ze, ze zijn weg en ze, aan elkaar anders niet meer. In. dat is dat. Is, dat is, goeiedag, maar dag en was ik een naam niet groot verschil in de uh, evolutie, geweldige evolutie. Ne? Ja, maar aan de andere kant, ja, mensen moeten ook niet dom want uh, als ze een klein beetje denkt, en als je een, beetje, een klein beetje gestudeerd hebt, dan, dan weet je, ja, Godsdienst heeft dat eigenlijk, voor sommige mensen is dat nodig, ja. Dat is nodig. Maar eigenlijk... Eigenlijk kan er niks veranderen. Als jij kunt, ik nu Eigenlijk kan niks gaan, Als wij sterven, dan hadden we water verdampen, dan hadden de microben leven, dan gaan onze eiwitten apart. Maar dat zijn allemaal boosstenen van, van, van een leven. maar ze komen nooit meer samen en het worden. Dus eigenlijk niks kan er mutter muss aber hier auch